Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanuit het westen breekt de zon overal geregeld door. De rest van de dag trekken er nog wel een paar buien over het land. Vooral in de middag kunnen ze nog wel vrij actief zijn, met landinwaarts misschien een klap omweer. Uiteindelijk wordt het zo'n 17 tot 19 graden als maximumtemperatuur. En er waait een vrij stevige wind uit het westen tot zuidwesten. Die is matig en een zeekrachtig windkracht 4 tot 6. In de kustgebieden zien we de minste buien. En vanavond nemen overal de buien geleidelijk aan af en komen er weer brede opklaringen. De temperatuur daalt uiteindelijk naar zo'n 15 graden. Dan morgen hebben we opnieuw flinke zonnige periode, maar ook een paar buien die, die tot ontwikkeling komen, dan met name weer in het binnenland. Het wordt 17 of 18 graden en er waait een matige, aan zeeveraar krachtige wind uit het zuidwesten. Hij is iets minder sterk dan vandaag. Dan de dagen daarna, maandag, dinsdag en woensdag. Het blijft licht wisselvallig met elke dag wel kans op een enkele bui, met name in het binnenland, maar verder ook een flinke zonnige periode. De middagtemperatuur ligt verder rond of soms iets onder de 20 graden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.